Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Saag Verhoerd. Even als je nieuw bent, vergeet zeker niet op die abonneerknop te klikken. Support your girl, we zijn bijna bij de 30k, you know. Oké. Heel veel van jullie kijken wel, maar zijn niet geabonneerd. Dus laat er een verandering in komen. Zoals je wellicht aan de titel hebt gezien, heb ik vandaag een samenwerking samen met Sevoel. Ik heb aan €350 aan spullen gekregen. En ik ben echt super erg benieuwd. Het zijn 4 pakketjes. Het zijn er 8. 4. Mensen die me wel kennen, die weten dat ik altijd heel eerlijk ben. Ook al is de samenwerking, ik wil jullie geen troep verkopen. En ja, ik geef gewoon mijn eerlijke mening. Als iets niet mooi zit, zit het niet mooi. Als het niet staat, staat het niet. Als iets een maat groter moet bestellen, moet het een maat groter. Dus ja, het is natuurlijk een super goedkope website. Hetzelfde als Shein. Ik heb ook wat bikinis, dus dat is ook heel erg leuk. Dus guys, we gaan het gewoon zien. Voordat we beginnen met de video, vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Vergeet dus niet op mijn kanaal te abonneren. Want we zijn bijna bij de 30k. Ik hoop als deze video online staat dat we eindelijk een keer de 30k gaan halen. Ik ga of course een special maken. En wat dat is, wordt nog een verrassing. En vergeet me niet te volgen op Instagram. Dus @saraverhoerd. Ik zeg, we hebben genoeg gepraat. We gaan lekker beginnen met de video. Voordat ik de kleren ga passen, wil ik je natuurlijk vertellen dat ik ook een kortingscode heb. Ik heb de kortingscode SARAVW. Zal hier in beeld staan. En hiermee krijg je 18% korting. Check de link in de beschrijving, alle linkjes. En vergeet zeker niet meer om kortingscode te bestellen. Dan krijg je namelijk 18% korting. Dus dat is wel een lekkere korting. Alles is al vet goedkoop. Dus die korting daarbovenop. Kaching gewoon, meid. Kaching. Oké, we gaan lekker beginnen bij het begin. En dat is de eerste zak. Het zijn vooral natuurlijk zomerse jurkjes, topjes, rokjes, bikinis, noem het maar op. We hebben het allemaal. Dus ja, ik wil eigenlijk zoveel mogelijk bikinis, zoveel mogelijk dingen testen. Ik pak gewoon het bovenste. Dit is al open. Holy shit, wat is dit? Oh my god, wat gebeurt hier? Oh, dit is heel erg leuk jongens. Dit is schoudervullingen. En dan is het open aan de rug. En dan kan je het helemaal zo knopen. Nou heb ik nu wel een normale BH aan. En dat ga ik niet helemaal veranderen. Dus je moet het even bedenken zonder dat er een BH op de rug zit. Oké, ten eerste. Het is echt een superleuk topje. Maar ik weet niet wat dit is. Ik lijk wel of ik een of andere rollade hieronder heb. Hij is namelijk heel erg kort. Het is aan de achterkant wel echt vet mooi dat het open is. Hij is alleen echt, ja, mega erg gekropt gewoon. Ja. Hij is echt gekropt. Ik vind het wel heel erg leuk. Maar hij is wel heel erg gekropt. Dus. Maar dit moet ik even iets meer afvallen nog. En dan is het echt goals. Nou, op zich is het nog best wel leuk hoor. Nee, het kan wel leuk zijn. Alleen er moet even een andere BH eronder aan. Nee, het topje is over het algemeen gewoon heel erg leuk. Kijk maar, je ziet het ook. Hier, echt leuk detail. Nee, het is gewoon echt een leuk topje. Ik moest alleen gewoon even een beetje wennen dat het zo kort was. Ik was niet meer gewend. We zijn komen net uit de winter, oké? Sorry. Sorry voor de stress. Het kleurtje vind ik trouwens wel echt vet leuk. Heel leuk beige kleurtje. Waarom is het licht hier zo raar? Dan weer nog een beige kleurig topje. Oh, deze vind ik leuk. Dit is zo een topje. Dat zo bij je borsten zit. En dan hier aan de zijkant kun je hem zo aantrekken. Dat is helemaal een trend. Ik zie het heel veel voorbij komen. But I like the trend. Het topje is aan. I like it. Het is echt, ja, dat detail aan de zijkant, dat maakt het echt. Ik vind dat het heel leuk maken. Tadaan. Ik vind het helemaal leuk topje voor de zomer. I freaking like it. Woo! Ik film in 2 camera's, dus ik weet gewoon niet waar ik heen moet kijken. Ik ben helemaal nieuw hiermee, dus don't blame me. Don't come after me. Dan hebben we hier een wit topje. Ik denk dat alles een topje is, ik heb geen idee. Oh mijn god. Dit is een heel leuk topje, alleen weer een open rug. Ik had een tip van mijn lieve vriendin Isa. En die zei dat je die pads uit een bikini moet halen en dat als soort plak-BH doet. Want dat blijft dus zitten, hoop je. Dit is dus van voor, denk je, nou, saai wit shirt. En dan van achter, helemaal leuk dat je het kan knopen. I like it. Hoe bloter, hoe beter mijn vriend denkt, doe alsjeblieft niet. Ik vind het helemaal leuk. Duimpje omhoog als je het herkenbaar vindt. Oké, maar weet je, we gaan het gewoon aandoen. En ik heb een BH eronder aan, dus don't come after me again. Ik weet niet
hoe ik dit bij mezelf ga knopen. Hoe ik dit bij jezelf aandoen. Oh my god. Ik trek dit verkeerd om aan. Wat ben ik aan het doen? Dit is natuurlijk gewoon zo'n top. Oké, ik weet gewoon niet meer wat ik doe en wat ik moet doen. Moet dit zo of moet dit andersom? Ik weet het gewoon niet. Het lijkt me, die mouwen. Die mouwen zaten heel raar. Ik denk dat het zo moet. Oh my god, dit is echt cute wel. Ik weet dus gewoon even niet hoe dit moet. Ik denk dat het zo moet, maar... Girl, I don't know. Wat denken jullie? Want je ziet wel de laatste tijd vaak van die topjes dat zo zit. En die mouwen zaten heel raar andersom hoor. Dat was een hele rare hals. Dat klopt niet. Ik denk dat het zo hoort. And I like it. Je ziet wel heel erg mijn BH er doorheen. Dus dat moet echt anders. Maar dit is wel heel leuk. Met een bralette eronder. I like. Waarschijnlijk denken jullie echt naar wat voor meid zit ik te kijken. En dat... Ik kijk mijn eigen ogen ook uit. Elke dag weer. Dan heb ik hier een tas. Ik ben heel benieuwd hoe de tassen daar zijn. En dit... Oh ja, hier. I like it. De kleur... Ik vind het echt goed hier. Kwaliteit. Nou, kwaliteit. Het ziet er gewoon goed uit voor wat je betaalt. Heel erg leuk tasje. Heel erg leuk. Kan je hier openen. Lekker plat. Het lijkt net gewoon een huge portemonnee. En je kan hem dus ook gewoon als clutch doen zo. Dat vind ik dus ook heel erg leuk altijd. Ja, dit vind ik echt vet leuk tasje om gewoon even zo mee te nemen. Heel erg leuk. Ik heb dus vaker een tasje van Sephora gehad. En die heb ik echt als favoriete tas een lange tijd gehad. En ik denk dat dit een nieuw fave wordt. Hij is ook echt lekker groot, weet je wel. Vlogcamera past er denk ik niet echt in. Maar lekker portemonnee en je telefoon. Hutsafluts. Helemaal top. Dan het laatste pakketje uit deze zak. Ik heb nog 3 zakken, so don't worry. En dit is een jurkje, gok ik. Oh, dit is zo'n schattig jurkje. Hij is wel een beetje kort, denk ik. Maar dit is toch wat je wil. Dit is zo cute. Oh my god. Dit is zo schattig. Maar ik denk wel dat hij te klein is. Oh, ik heb zelfs maat L. Oh. Nou, jongens. Het valt allemaal weer reuze mee. Het is echt de perfecte maat oprecht. Hij is zelfs nog een beetje aan de grote kant. Hij is echt nog een beetje een soort... Wijd dat je denkt, meid, wat moet je ermee? Maar dit is toch te schattig voor woorden. Kijk hoe lievig dit is. Oh, ik voel me helemaal een meisje. En de lengte is ook echt perfect. Super lang gewoon. Dit is gewoon echt amazeballs. Ik vind het zo lief. Oh my god, I'm in love. Dan hebben we hier een pakket. Ik denk dat hier alleen een... tas in zit. En deze tas, zo'n soort tas, heb ik gehad van Sephora. En die is helaas kapot gegaan. Maar deze heb ik echt met alle liefde gedragen. Dit is een superleuk groen kleurtje. Dit is een kleurtje die ik echt heel veel zie de laatste tijd. En ik vind het zo leuk. Deze kwaliteit voelt echt 100 keer beter dan het vorige tasje die ik had. De kwaliteit is echt verbeterd. Het leuke aan zo'n gekleurd tasje vind ik dus dat je een saaie basic outfit toch nog een beetje kan opfleuren. En dit is ook nog een best wel een nude kleurtje groen. Kijk hoe leuk dit is, jongens. Sorry op dit afschuwelijke jurkje. Maar dit is zo een leuk tasje. Ik vind dit echt zo cute. Ik ga het zo meteen even bij leuk outfit aantrekken. Oké, door naar het volgende pakket. Als eerst heb ik... hier een zak in mijn hand. Ik denk, oh, hier zit misschien wel een zonnebril in. Juist. Een zonnebril. Ik ben verslaafd aan zonnebrillen. Ik heb hier echt 100 liggen, maar I like them. Ik kan zo je outfit maken. Dit is een wat vierkantere. Oh, dit vind ik echt heel erg leuk. Ja, dit vind ik echt heel erg leuk. Hier heb je dus zeg maar net wat meer aan als zo'n bril. Want dit, zo'n bril zit je echt zeg maar op voor de sier. Daar kan je niet doorheen kijken, want dan laat je echt net of je een snelle planga op hebt. Maar deze kan je wel gewoon enigszins normaal opzetten en ook gewoon nog normaal doorheen kijken. En dat het echt zon tegenhoudt.
Dus dit vind ik echt een heel erg leuk modelletje. Ook leuk lekker vierkant. Heel leuk. Dan een heel erg schattig broekpak is dit volgens mij. Even kijken hoor hoe dit zit. Dit is het broekje. Oh, wat schattig. Ik hoop dat dit niet een beetje te groot is. Dit is het broekje. En dit is het topje. Dit is dus niet een broekpak. Dit is een two-piece. Een two-piece. Oh, wat een leuk topje. En dit is het topje. Echt vet schattig. Oké, ik ga dit even op elkaar aandoen. Nou, volgens mij is de maat echt perfecto. En dit is toch te cute voor woorden gewoon. Hoe leuk. Ik weet niet of het broekje te kort is. Volgens mij valt het wel mee. Maar dit is toch te schattig voor woorden. Oh my god, dit vind ik zo leuk. Ben ik nou echt zo overdreven of word ik gewoon echt heel blij van kleding dat leuk is? Dit is toch echt te cute voor in de zomer. Alleen staat dit een beetje wijd of zo. Lijkt net een clownsbroek. Ja, dit is echt super fabulous. Dit broekje lijkt wel een beetje op een pyjama broekje als ik eerlijk mag zijn. Ik zou dit niet 1, 2, 3 in Nederland aantrekken. Wel gewoon thuis in mijn achtertuin of zo. Maar dit is echt een vakantie outfitje alike. Dan heb ik hier een heel erg leuk topje volgens mij. Oh my god, I love the kleur. Dit is dus zo'n satijn topje. Of wacht, nee, dit moet een kruislings. Ja, ik weet het al. Is het een leuk topje? 100.000 miljoen %. Is het moeilijk aan te krijgen? Ook 100.000 miljoen %. Ik heb er op het moment geen BH onder, want het is gewoon mooi. De achterkant. I freaking love it. Ik weet niet helemaal of ik dit goed heb geknoopt. Ik kon het namelijk niet goed zien. Ik raad je aan om dit topje aan te doen met iemand in de buurt die je kan helpen. Oh mijn god. Ik vind het kleurtje van het topje echt super, super leuk. I like it. Ik zou hem dus wel zonder BH dragen, want dan zit het gewoon mooier. De volgende zak. Ik heb hier nog bikinis liggen, maar die doe ik even als laatst. Dan heb ik hier weer een topje, denk ik. Ik heb echt, ik kom ons naar topjes van de zomer, denk ik. Heel erg leuk is dit. Dit is een topje. En het heeft aan de zijkant van die mouwtjes. Ja, echt amazing. Amazing. Nou, ik vind dit echt een super leuke top. Echt waar. Ik zou er wel ook hier een strapless BH onder doen. Want ja, dan zie je gewoon dit zwarte bandje niet. Maar ja, in principe maakt het niet heel veel uit. Zo is het van de rug. Ik vind het echt een heel erg leuk topje. Ik vind deze kleur beige ook echt leuk bij een blauw staan. Kijk hoe leuk dat is samen. Oké, dan hebben we hier nog een top. Oké, dit is gewoon een bandeau top. Wat je kan aantrekken in het bruin. Ziet er goed uit. Ja, gewoon heel simpel, maar wel leuk. Oké, maar dit vind ik echt heel erg leuk. Dit is echt super leuk. Het is echt een soort bandeau bikini top. Ja, het is echt helemaal strapless. Heel erg gaaf. De maten, de linkjes, alles zou in de beschrijving staan. Dus dat noem ik niet allemaal op. Heb ik hier nog iets beige. Dit is een jurkje, denk ik. Dit is een heel erg leuk jurkje. Met dat je aan de zijkant ook kan aantrekken. Dit is een one shoulder. En dan hier aan de zijkant kan je het zo aantrekken. En dan wordt het helemaal leuk. Hoop je dan. Oké, dit is echt heel erg goals. Het is wel heel nude, zeg maar. Je ziet bijna geen verschil tussen het jurk en mijn eigen lichaam, zeg maar. Maar ik moet gewoon iets bruiner worden van zomer. En dan is het helemaal goals. Oké, de andere camera is uitgevallen, dus we gaan verder met deze. Ja, ik vind het een hele leuke jurk. Je ziet wel echt heel erg je buik er doorheen. Op ieder geval je string. Dus ik zou wel echt iets van nude kleur string eronder zo. Want het zit echt heel erg, ja, er doorheen. Dit is zo leuk met hakken eronder. En ik zit helemaal voor me. Oké, dan hebben we hier. Ik kan me hier niet voorstellen wat het is. Oh, dit is een heel schattig off-the-shoulder jurkje. Oh, wat je ook kan aantrekken. Nou, meid, wat cute.
Ik ben benieuwd. Hele leuk jurk. Super leuk idee. Heel schattig. Je ziet echt, je ziet wel van alles doorschijnen. Hij is een beetje kort. Dus ik een beetje. Ik kom er best helemaal net aan in. Alleen het jammer is, hij is hier echt zo wijd. Dit is zo wijd. Oké, ik denk dat ik deze oprecht voor een foto aan zou doen. Hij is heel erg cute. Of stel, ik heb een pink party. En je ziet ook wel een beetje mijn string doorschijnen. Dus ik moet wel echt een roze string eronder. Je ziet wel echt, zeg maar, wow, ass in your face. Dit detail vind ik echt heel erg leuk aan jurken. Oh, ik zie hem helemaal. Oké, ik vind zeker echt een geslaagd leuk jurk. Ik was even bang dat ik er niet in kwam. Maar ik moest hem echt even van boven aan doen, want over mijn billen ging hij niet heen. En ja, het enige jammer is gewoon dat het hier wat wijd is. Maar ja, als je gewoon een BH eronder doet, weet je, wat kan het ook schelen. Dan heb ik hier, wat is dit nou weer? Oh ja, dit is een broek. Heel benieuwd. Ik durf eigenlijk geen broeken te bestellen, want die maten echt geen idee. Maar ik dacht, weet je, we doen het gewoon een keer voor de lol. Ik heb het in de maat L. En het is een leren broek. Nou, hij ziet er eigenlijk best wel goed uit. En een beetje oversized zijn. De broek zit eigenlijk verbazingwekkend goed. Hij is wel echt, zeg maar, plastic door plastic. Maar dat hoor je ook. Maar op zich is de maat, ik vind het wel, zeg maar, soort leuk dat het een beetje soort oversized is. Zit wel gewoon best prima. Dus op zich, het is niet verkeerd. Hij is alleen een beetje lang. Maar het ziet er misschien ook gek uit als ik geen broek aan heb. Dus ja, op zich kan het wel leuk zijn, denk ik. Hier is dat leuke, hier is dat groene tasje op zich wel leuk bij. Of niet? Nou, dat zou ik niet zo 1, 2, 3 doen. Maar beter is bij de blauwe jurkje. Ik ga nu door naar de bikinis. Ik heb 3 bikinis en badpak. Als eerst mijn favoriete bikini ooit. Ik heb deze bikini ook van Sephora, maar dan in het wit. En dit is mijn all-time favorite bikini. Gewoon, ik heb zoveel bikinis, maar dit is gewoon mijn favoriet. Ik trek deze altijd aan en ik wil hem ook in het zwart. Het is een high-waisted zwarte bikini met een zwarte bandeau top. Meest simpel ooit. Zit lekker. Je wordt erin bruin, want je hebt geen bandjes. Het is gewoon helemaal top. Gewoon als je gaat varen. Dit is gewoon de bikini. Oké, nou, dit is dus de zwarte bandeau bikini. Ja, ik vind deze, oh my god, ik vind het zo awkward om met mijn lichaam zo in beeld te zijn. Zo, heel erg mooi. Heel erg blij mee. En deze zit een stukje beter. I know, er moeten nog wat coronakilo's af. Dan als volgende. Oh ja, heel spannend hoe dit gaat zitten. Ik vind het echt altijd zo leuk. Maar ik heb niet zo heel veel, boobies. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat zitten. Dit is, zeg maar, zo een bikini. Ja, I love it. En ik vind de kleur ook heel leuk. Maar ja, ik ben heel benieuwd hoe dit gaat zitten. Want zeg maar, bij die modellen zie je echt zo, het is mooi eronder. En bij mij is het waarschijnlijk echt waar je het ziet gewoon. Maar ja, maakt niet uit. En dan een broekje erbij. Dit is gewoon normaal. Volgens mij niet high-waisted. Heel gaaf. Oké, jongens, deze bikini is echt heel bloot. Ik voel me echt niet comfortabel om mezelf hierin te laten zien. Ik kan je zeggen, hij zit echt veel beter als ik had gehoopt. Hij bedekt gewoon goed, zeg maar, hier. Dit broekje is zo klein. Het is echt inimini. Ik vind het echt niet zo om te laten zien. Dus het is een mooi bikini. Maar nee, ik vind het echt te bloot. Ik denk ook niet dat ik dit 1, 2, 3 heel snel zou dragen. Topje wel, maar broekje niet. Dan alweer het laatste item. Dit is een soort bikini-achtig badpak. Iets. En ik heb deze, dit model ook in tijgerprint. Maar ja, je gaat natuurlijk niet overal zo snel een tijgerprint aan. Dat vind ik ook wel een beetje overdreven. Dit is een heel erg gaaf badpak. Het zit echt super mooi. En deze heb ik dus nu ook gewoon in zwart. En die andere heb ik ook van Sephora. En die heb ik ook van de zomer heel veel aangehad. Maar ik vond het ook gewoon leuk om gewoon een normale zwarte te hebben. Oké, en dit is het laatste badpak. Deze vind ik echt, ja, dit is echt mijn favoriet. Het zit heel lekker. Ik moet even kijken wat ik precies
met deze draden moet. Eigenlijk moet het volgens mij zomaar zo kruis over elkaar heen. En dan hierachter ook. Het mooie is eigenlijk de open rug. Dus je wordt ook gewoon nog lekker bruin. En je buik is ook gewoon nog open. Dus dat is ook helemaal mooi. Ja, dit is echt een top bikini. Alright, dit was dan alweer de shopvlog. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Vergeet zeker niet mijn kortingscode SARAVW 80% korting te gebruiken. Alle links staan in de beschrijving, de maten staan in de beschrijving. Everything is in de description box. En ik weet niet waarom ik Engels praat. Ik ben echt mega tevreden over de items. Ik had echt niet verwacht dat, ja, dat het zulke goede items waren. Of dat ik er zo blij mee zou zijn. Echt gewoon alles is top. Alles is goede maat. Alleen het roze jurkje is net iets te wijd aan de bovenkant. Maar ja, weet je. Ik ben echt gewoon helemaal blij met alles. Ik vind het zo chill. Nou, ik heb echt gewoon een shitload aan spullen, tassen, kleding voor 300 euro. Of voor 350 euro. Nee, voor $350. Dus dat was ongerekend €280 als ik het goed heb. Ik zeg het er helemaal verkeerd. Vond je de video nou leuk en vind je dat ik vaker een Savvle shoplog moet maken? Let me know door een duimpje omhoog te geven. Vergeet dus ook niet op mijn kanaal te abonneren en de notificatie maar aan te zetten. Dan blijf je altijd op de hoogte als ik een nieuwe video plaats. En ja, dan wil ik jullie eigenlijk gewoon heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het net zo leuk vonden als ik. En dan zie ik de volgende keer weer. Doei doei!